De schade bij aanrijdingen in de afgelopen periode was veel groter dan de dekking van de verzekering. Mario Mirai, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen, SURFAM, zegt dat tegen die achtergrond in besloten is de dekking van de wettelijke aansprakelijkheid, de WA, te verhogen en wel van 35.000 naar 70.000 SRD. Hiermee gaat er ook een verhoging van 40% van de WAM-premie gepaard. Ons steeds vaker geconfronteerd met situaties dat wanneer iemand benadeeld is bij een aanrijding, de schade dermate hoog is dat de verzekering van degene die de aanrijding veroorzaakt heeft niet toereikend is om de geleden schade van degene die de benadeelde is volledig af te dekken. In de praktijk leidt dat tot allerlei nare situaties. Daarnaast lezen wij allemaal het nieuws en dagelijks dus over allerlei zware aanrijdingen die overal veroorzaakt worden. Deze toename van aanrijdingen leidt ook tot veel meer en hogere schades. De premie is een afgeleide van de hoogte van de dekking. Als de dekking omhoog moet, omdat het anders geen zin heeft dat mensen verzekerd zijn als ze een te lage achterhaalde dekking hebben, dan is het gevolg daarvan dat de premie ook een stukje omhoog moet. Dit gebeurt gelukkig niet in dezelfde mate als waarmee de dekking omhoog gaat. Veelal zal de verhoging van de premie netto na aftrek van no-claim kortingen en andere kortingen een stuk lager zijn dan de verhoging van de dekking. Als u kijkt naar wat het kost en het terugleidt naar een premie per dag om goed verzekerd dagelijks aan het verkeer te kunnen deelnemen met een dekking van 70.000 SRD, ongeacht hoe vaak een aanrijding wordt veroorzaakt en door ons moet worden afgehandeld, dan praten wij bijvoorbeeld bij een P2, en dat is een voertuig waar de meeste mensen rijden, over een premie van ongeveer 2,50 per dag. Dat was SURFAM-voorzitter Mario Mirai. Hij benadrukt dat de verhoging van de WAM-premie na aftrek van de no-claim en andere kortingen op 40% zal komen. Daarnaast geeft hij aan dat de dekking ook geldt als een verzekerde meerdere aanrijdingen veroorzaakt binnen het verzekeringsjaar.